verdediging. Het zal nog moeten blijken met Van Steenkisten, Janssens, Blondelle, Bonen en Stalens. Het middenveld met Lecomte. Eén wijziging dus ten opzichte van vorige week. Voor de rest blijft dat hetzelfde. De vier achterin blijven hetzelfde. De vier in het middenveld. Deinze begint echt in de wedstrijd te komen. Nu wordt niet meer aan het werk gezet. Dan zijn overbuur, hier moet hij opnieuw aan het werk. Het is de goal van de Belder. Ze waren in de wedstrijd aan het komen. Goeie diepe bal. En de Belder alleen voor de Fournier. En die laat zo'n kans niet liggen natuurlijk. Dylan de Belder voor de man uit Mons. Goeie bal van Lecomte met heel veel gevoel gegeven. De Belder, geen al te makkelijke hoek. Maar gewoon een knal met zijn rechter in het dak van het doel. De Fournier verslagen. En tegen Van Wallen en Blondelle, die moeten er met z'n tweeën achterin. Alleen een Soucy voor doel en dan moet die voorzet heel zuiver zijn. Dat was hij niet. Weggewerkt in de voeten van Epestion. Daar is daar Nangis, goede redding van de Bergen. Nangis met een goed laag schot uit zijn doel te duwen. Deze voorzet van Lavie was niet goed. Dan was daar Epestion. Breed richting Nangis. Even kappen. En Chalouk. Lecomte gaat uithalen. Lecomte! Geweldige redding van de Fournier nodig. Goed schot van Raphaël Lecomte. Stel u voor. Prima redding de Fournier. Met één hand. Zijn rechterhand. De winger. En voor de rest gaat Keita eraf. En in zijn plaats dus William Togi. Van den Bogaert komt nog eens mee. Libert aan de andere kant. Met de voorzet. Bal bij Nangis kan schieten. En daar is het doelpunt voor RWDM. De verlossende gelijkmaker. Dan toch. Trommel overgenomen van Deinze. En tonen dat nu ook in de doelpunten. Balletje helemaal naar de andere kant. Libert in één tijd voorbrengen. Dan blijft die bal wat hangen. Goede controle van Nangis. En die knalt hem in de korte hoek binnen in het dak van het doel. Beetje vergelijkbaar met dat doelpunt van de Belder. Laat zich daar wat makkelijk vangen door Gonçalves. Baltje richting Libert. Bonen, half. Daar is Toki. Recht op Tom van den Bergen. Reuze kans RWDM. Bergen die dan wel meteen goed de bal klemt. Bonen, hier zat hij er half naast. Libert tot bij Toki. Meteen uithalen, dat moest hij doen. Blondelle die boos was. Of boos is, op de lijnrichter. Balverlies. En Louadi tot bij Nangis. Gonçalves is ook mee. Breed, het was Toki trouwens. In twee tijden de goal van Louadi. Bizarre goal, aanvallend. Lepelt Zakaria Louadi die bal dan toch nog in doel. Wat een vreemde fase met die snelle vrije trap. Hier gaan we dat nog eens zien. Daar is die fase met Blondelle wel al lang voorbij. Toki buitenop. Elouadi één keer. Elouadi twee keer. Eerst met rechts, dan met links. En zo in twee tijden voorbij. Tom van den Bergen die een puike tweede helft kiept. Maar zich nu toch een tweede keer gewonnen moet. Einde aan zal maken. Dan zijn we een minuutje langer aan het spelen. Dan de oorspronkelijke toegevoegde tijd, maar nu maakt Michiel de Kuiper er een einde aan. RWDM wint 1-2 in Deinze na een slechte eerste helft vanwege de bezoekers.